Als je een boek hebt uitgegeven, dan kun je overwegen om een boekpresentatie te houden. Nou, wat is dat? Hoe doe je dat? Waar moet je allemaal aan denken? Dat gaan we bespreken in deze video. Hoi, ik ben Robin Roosendaal en ik ben schrijver en illustrator in het fantasy genre. En op dit kanaal heb ik het over alles wat ik meemaak daaromheen. Dus ik vertel in dit kanaal over schrijven, over tekenen, over de dingen die ik leer daarbij, over hoe het bij mij gaat. Ik deel mijn proces. Dus vind je dat interessant, word dan zeker eventjes lid van dit kanaal, omdat ik hoop dat je er gewoon veel aan kunt hebben. Dus druk op de grote abonneerknop hieronder en misschien ook even op het belletje. Dan krijg je elke keer een melding als ik een nieuwe video upload. En in deze video wil ik het dus gaan hebben over boekpresentaties, omdat ik er net zelf eentje heb georganiseerd. Daarom wil ik in deze video eens even bespreken van wat zijn eigenlijk de dingen die je kunt doen op een boekpresentatie. Wanneer moet je eigenlijk een boekpresentatie houden? Is het nodig? Waar moet je allemaal aan denken? Hoe kun je het leuk maken? Alles wat ik heb overwogen voor deze boekpresentatie. Ja, en dan zal ik er ook alvast bij zeggen dat ik heb mijn hele boekpresentatie gefilmd. Dus je kunt hem in zijn geheel terugkijken. En ik kan me voorstellen als jij ermee bezig bent om een boekpresentatie te organiseren, dat het ook leuk is om te kijken bij boekpresentatie van anderen, om eens even af te kijken hoe zij dat doen. En een deel vertel ik dus al in deze video. Maar ik kan me voorstellen dat het ook leuk is om die hele video te kijken, om te zien gewoon hoe dat in zijn werk ging. Die zal ik zeker hierboven even linken. Dus kijk die zeker als je daar nieuwsgierig naar bent. Laat me beginnen met iets vertellen over mijn boekpresentatie en hoe dat gegaan is. En dat zal ik in de loop van de video nog wel meer doen hoor, maar dat is misschien even een goed beginpunt. Ten eerste, ik heb het niet in mijn eentje gedaan. Toevallig is het zo dat ik al een tijdje in een schrijfgroep zit met Renske Gommer. En wij helpen elkaar al jaren eigenlijk bij elkaars boeken. We geven elkaar tips, we versterken elkaars verhalen. Dus dat is heel leuk. En toevallig vonden we ook nog tegelijk een uitgever. En ons boeken kwamen tegelijk uit in dezelfde maand. Dus dat was zo toevallig en zo leuk ook dat we dachten dit is ideaal, want nu kunnen we samen een boekpresentatie geven. En dat is eigenlijk misschien wel meteen tip 1. Als je het met iemand anders samen kunt doen, dan doe dat. Want dat maakt het gewoon dubbel zo leuk. Misschien wel even leuk, dit is het boek wat ik heb uitgegeven. Dit is mijn boek Verloren Aluria. Het is deel 1 van de Levende Steden serie die ik heb geschreven, waar ik nog aan het schrijven ben. En dit is het boek van Renske, De Laatste Dochter. Wat ik zelf ook een heel goed boek vind. Ik heb er natuurlijk een beetje lichtelijk aan meegewerkt. Maar ik heb het dus ook weer gelezen onlangs, omdat ik het op de boekpresentatie heb gekocht. En het is nog weer zoveel beter geworden dan de laatste keer dat ik het las, zeg maar, in het maakproces. Dus dat vond ik echt heel leuk om te lezen. En deze gaat over de laatste vrouwen op aarde. Alle vrouwen zijn uitgestorven door een virus en er is er wel nog één over. Dat is namelijk de hoofdpersoon, die verbergt zich voor de mannen. Omdat ze denkt, ja hallo, ik ben de enige en ik vind het eng. En dan hoort ze iets over nog een vrouw. Dus daar gaat ze dan naar op zoek. Het is een young adult. En het is dus dystopisch, dus het is allemaal een beetje eng. Maar heel tof boek, goed geschreven. En ja, dus onze boeken kwamen samen uit. Het zijn een soort van boekenzusjes, zou ik willen zeggen, deze twee boeken. En we vonden het echt een goed idee om het dan echt samen te organiseren. En dat is echt iets wat ik kan aanraden. En wat ik ook ga kijken voor mijn tweede boek. Want met mijn tweede boek denk ik, ja, wil ik dan weer een presentatie? En hoe dan? Misschien kleiner of zo? Ja, daar moet ik nog over nadenken. Maar ik vind het wel leuk als het me weer lukt om dat samen met iemand anders te doen. Dus daar ben ik nog over aan het denken. En misschien is het goed om er eerst nog even een stapje terug te nemen. Waarom zou je een boekpresentatie organiseren? Ja, want het hoeft natuurlijk helemaal niet. Nee, je hebt een boek uitgegeven en je kunt ook gewoon zeggen, nou, klaar. Tadaa, open een webshop, verkoop daar je boeken of ga erop mee op markten staan. Wat je maar wil doen, je hoeft geen boekpresentatie te geven. Dat is helemaal niet verplicht. Ik denk wel dat het leuk is. Want sowieso, kijk, als je je boek hebt uitgegeven omdat je het wil gaan verkopen en je wil dat mensen er wat aandacht aan besteden, dat veel mensen het gaan lezen, dan moet je sowieso zoveel mogelijk herrie maken rondom het verschijnen van je boek. En ook nog daarna. Je moet gewoon in het algemeen veel herrie maken over, hallo, mijn boek is er. Dus dat kan ik ook. Hallo jongens, mijn boek is er. Heb je het al gekocht? Weet je wel, hier is een link naar mijn website waar je het kunt kopen en lid kunt worden van mijn nieuwsbrief. Weet je, dat soort dingen moet je allemaal doen. Om te zorgen dat mensen maar vaak je boek voorbij zien komen, waardoor ze op een gegeven moment gaan denken, nou oké, ik ga dat boek wel een keer kopen, want ik zie het constant maar weer voorbij komen. En die boekpresentatie is een stap in dat proces. Het is gewoon een keer weer dat je dus herrie kunt maken over je boek en kunt zorgen dat mensen in contact komen met jouw boek. En een boekpresentatie is dan gewoon ook heel leuk. En ik merkte zelf ook wel dat ik heb hier 13 jaar aan gewerkt. Renske ook aan haar boek. Het feit dat ik er zo lang aan had gewerkt maakte ook heel erg dat ik heel erg behoefte had aan een feestje. Zo van, hè, eindelijk, na
al die jaren. En ik word er nu nog steeds weer een soort van emotioneel van bijna. Dat ik denk, het heeft me zoveel tijd gekost. En het is niet erg dat het me zoveel tijd heeft gekost. Begrijp me niet verkeerd. Ik heb genoten van elk moment in dat proces. Maar het is wel ook een ontlading. Dat gevoel van, eindelijk is hij er. Dat moment waar ik zo lang naartoe heb gewerkt. Finally. Ik wilde dat echt graag met mensen vieren. En zeker samen met Renske, omdat we ook een deel van de weg samen hebben gelopen, zeg maar. Dus zo'n boekpresentatie kan ook gewoon voor jezelf zijn. Omdat jij denkt, ik wil dit vieren. Hij is er. Laten we met z'n allen vieren dat dit boek er is. En erover praten samen. Dus dat is echt, vind ik ook een hele goede reden gewoon om een boekpresentatie te geven. Ja. Er zijn ook mensen die zeggen van, als je een boekpresentatie geeft, moet je dus ook proberen uit de kosten te komen door daar veel boeken te verkopen. Want dat is wel een ding wat je doet op boekpresentaties, boeken verkopen. Dus hè, dat je probeert om de kosten laag te houden en wel zoveel mogelijk boeken te verkopen, waardoor je ook dus dat weer terugverdient. Ik merkte dat dat voor mij en volgens mij voor Renske ook minder belangrijk was. Wij hadden alle twee de behoefte om een feestje te vieren. Dus het maakte ons niet uit dat dat geld kostte. Want uiteindelijk, over het algemeen, hoe je het ook doet, zal een boekpresentatie waarschijnlijk iets van geld kosten. En je kunt voor jezelf bepalen natuurlijk hoeveel geld wil je daarna uitgeven. In elk geval, voor ons hadden we zoiets van, oké, we willen er niet failliet op gaan. Maar het is ook niet erg als het ons geld kost, want we willen dit gewoon vieren met al onze vrienden en familie. En wie er dan nog maar meer bij komt kijken. Dus ja, en uiteindelijk is het wel zo dat ik ongeveer kiet gedraaid heb met het aantal boeken wat ik heb verkocht. En de investering die ik heb gedaan in de locatie en alles eromheen. Goed, dus als je voor jezelf bepaald hebt, ik wil een boekpresentatie gaan houden, dan zijn er allerlei opties. En laat ik gewoon eventjes wat opties met je bespreken. Ten eerste zou ik gaan kijken, ga je het zelf doen of heb je een uitgever? En ik zeg of, alsof dit het een of het ander is, maar er zijn allerlei mogelijkheden hier natuurlijk. Als je een uitgever hebt, dan kan het zijn dat die uitgever iets wil organiseren. Dat kan. Dat hoeft helemaal niet. Ik heb mijn boek uitgegeven bij een uitgever en mijn uitgever is niet iemand die standaard boekpresentaties organiseert. Volgens mij doen ze dat helemaal niet. Ze hebben een tijdje in de coronatijd het online wel gedaan, maar dat doen ze nu ook niet meer. Dus ja, nu was het dan gewoon aan mij om dat te organiseren. En dat kan natuurlijk prima. Dus ga eerst gewoon kijken voor jezelf van, heb ik een uitgever die dat doet? En zo ja, dan moet je dus daarmee in gesprek. En dan kun je nog zeggen, hé, maar ik wil bepaalde dingen. En als je niet een uitgever hebt die dat voor je doet, dan moet je dat zelf gaan doen. En dan is het ook gewoon aan jou om alle keuzes daarin te maken. En dat is ook wel weer fijn eigenlijk. Vervolgens denk ik dat het verschil maakt of het je eerste boek is of het zoveelste boek. Want ik zei er net al eventjes van, ik heb mijn eerste boekpresentatie gegeven, die was heel groot. En misschien wil ik de tweede iets kleiner aanpakken. En dat is eigenlijk omdat ik merk dat dit is mijn eerste boek. Toen ik het hierover had, toen hij er nog niet was, merkte ik dat heel veel mensen dachten, wow, je gaat een boek uitgeven en wat boeiend. En vrienden en familie waren geïnteresseerd. En dus ik merkte dat er heel veel, dat leefde onder mijn vrienden en familie. En dat ik ook dus voelde dat als ik een feestje zou geven, dat ze ook misschien wel zouden komen. Omdat ze zoiets hadden van, wow, je hebt een boek uitgegeven, supercool. Dan komen we zeker wel naar de boekpresentatie. Ja, en heel veel mensen hebben dat ook gedaan. Dus dat was ook echt mega leuk. Maar ik denk ook dat de nieuwigheid er wel af is wanneer je het tweede boek uitgeeft. En dat er mensen zullen zijn die bij een eerste boek denken, wat vet, je hebt een boek uitgegeven. En bij het tweede boek denken ze, ja, alweer. En dat is misschien niet voor iedereen zo. Er zullen ook mensen zijn die gewoon dan het eerste boek gekocht hebben, dat vet vonden en dan ook bij de tweede presentatie zullen komen. Maar niet iedereen. Dus het kan zijn dat je voor een eerste boekpresentatie meer gasten kunt aantrekken dan voor een tweede. En dat is iets waar je rekening mee moet houden. En dus bij ons was het voor Renske ook, was het eigenlijk, nou ja, Renske heeft eerder wel eens iets uitgegeven op een andere manier. Maakt verder niet uit. In elk geval, het voelde voor ons allebei als ons debuut. En bij mij eigenlijk ook. Ik heb natuurlijk al een verhalenbundel hiervoor uitgegeven, namelijk Wereld Ontwaken die hier tussen ligt. Nou ja, maakt verder niet uit. Dit was toch eigenlijk voor ons allebei, voelde dit boek als ons debuut. Dat debuut wat we echt, waar we echt super lang aan gewerkt hebben, wat we echt wilden vieren. Dus voor ons allebei was het van, ja, maar dit is ons debuut. Hier gaan we echt veel mensen voor uitnodigen. Dus het gaat ook nog best wel een groot feestje worden. En dan komen we dus eigenlijk bij het volgende punt, dat je gaat overwegen hoeveel mensen zullen er komen. En dit is moeilijk in te schatten, want dit weet je gewoon niet. Ik bedoel, je kent het misschien wel. Als je een feestje organiseert, weet je ook nooit hoeveel mensen er komen. Dan vraag je mensen, laat even weten of je komt. En sommige mensen doen dat, maar zeker niet iedereen. Dus je weet het nooit precies. Dit is lastig. We hebben van tevoren een inschatting gemaakt van, nou ja, we kunnen vast wel
100 mensen aantrekken. En we hebben dat ook een beetje bijgehouden. Dus we hebben zeker ook gevraagd aan iedereen, laat ons even weten of je komt. En inderdaad, er zijn een heleboel mensen die dat gezegd hadden, waarvan we ook wisten, die komen ook wel echt. Dus we hebben een lijstje gemaakt online met hoeveel mensen er precies zouden komen. En dan weet je natuurlijk van, er zijn altijd een paar mensen die uiteindelijk toch niet komen. En er zijn altijd wat mensen die uiteindelijk toch komen, terwijl ze niet hadden gezegd te komen. Dus zo kun je het wel een beetje voor jezelf stroomlijnen. Ja, dus dat hebben we gedaan. En we hadden dus van tevoren ingeschat van, het lukt ons vast wel om 100 mensen bij elkaar te krijgen samen. En dat was ook zo. Ik denk dat het er ongeveer 100 waren, maar ik heb ze niet geteld op de dag zelf. En dat is natuurlijk toch leuk, ook omdat we het met z'n tweeën deden, dat je daardoor dus ook meer mensen kunt aantrekken. En misschien is het wel zo dat mensen die ik heb meegenomen, dat die ook Renske de Boek kopen en andersom. Dus je, eigenlijk ga je ook daarmee een beetje netwerken en elkaars publiek inzetten om ook meer verkopen te regelen. En dat klinkt heel zakelijk. En dat is het ook, want je wilt toch ook boeken verkopen. Dus dat is wel echt een leuke bijkomstigheid ook van het samen organiseren. En als je dan een schatting hebt van hoeveel gasten er ongeveer komen, dan kun je vervolgens gaan denken over waar gaan we het dan organiseren. Want ik heb een boekwinkel, zeg ik wel eens. Ik heb niet een boekwinkel, ik heb een aandeel in een coöperatieve boekwinkel. Ik heb daar ook al eens video's gemaakt op mijn kanaal, dus kijk die zeker als je daar nieuwsgierig naar bent. En dus ik had wel in gedachten van, ik zou het natuurlijk bij mijn boekwinkel kunnen doen. Sowieso is dat een boekwinkel die het heel leuk vindt als je daar je boek komt presenteren. Dus dat kan sowieso. Maar als we verwachten dat er misschien 100 mensen komen, dan past dat misschien wel niet in die boekwinkel. Ik dacht, volgens mij zouden daar 40 mensen maximaal in kunnen. 50 misschien, maar dat is wel krap. Dus ik dacht, die boekwinkel is heel leuk, want dan zit je lekker tussen de boeken. Maar niet groot genoeg, denk ik. Dus we zijn wat gaan zoeken naar wat grotere locaties. En dan, dan kom je in de gedoe van het locatie vinden. En dat is nog wel een dingetje. Dus we wonen alle twee in Amsterdam. Dus we hebben gekeken in Amsterdam van, kunnen we een plek vinden in Amsterdam die we alle twee tof vinden, die enigszins goed bereikbaar is, die ook niet al te duur is. Want als je een grotere locatie gaat huren, dan gaat dat ook geld kosten natuurlijk. Dus we hebben uiteindelijk 4 locaties ongeveer hadden we uitgezocht die we interessant vonden. En toen hebben we daar prijzen op gevraagd van, als we dit willen doen voor een middag of voor een avond, hoeveel kost het dan? En dan hoor je dus de verschillende prijzen. En elke locatie denkt daar natuurlijk weer anders over. De ene rekent dagdelen, de ander dagen. De ene is duurder in het weekend, de ander niet. De ene doet er catering bij, de ander niet. Het is verschilt. Dus je moet het voor jezelf eventjes op een rijtje zetten. En dat hebben wij ook gedaan. En toen was er uiteindelijk 1 locatie die het goedkoopst was. Maar wat grappig genoeg ook de locatie was waarvan ik al jaren dacht, ik wil daar mijn boekpresentatie houden. Dus ik was wel blij dat die ook de goedkoopste bleek te zijn. En het was omdat het een monument was. Het was de Posthoornkerk in Amsterdam aan de Haarlemmerstraat. En dat is dus een grote kerk. Alleen dat al vind ik heel tof. Ik heb niks met het geloof. Ik ben niet gelovig. Maar kerken zijn vaak hele mooie gebouwen. Dus dat vind ik leuk. Dus ik wilde graag die kerk. En dat kon dus ook. En omdat ze dus een monument zijn, ze horen bij Stichting Stadsherstel, zijn ze ook niet al te duur. En ze vertelden ons wel van, als jullie een commercieel bedrijf zijn of een bruiloft, dan vragen we over het algemeen meer. Maar omdat jullie kleine ondernemers zijn en een cultureel doel voor ogen hebben, vragen we wat minder daarvoor. Dus dat is ook wel fijn dat kan. En ik hoop dat ik dit nu mag zeggen en dat ze niet zeggen, hallo, zit je dit nu op YouTube te zetten? Dat willen we helemaal gewoon zelf bepalen tegen wie we dit vertellen. Sorry daarvoor als dat geheime informatie was. Aan de andere kant staat dit vast wel op de site van Stichting Stadsherstel ook. En dat was natuurlijk heel fijn, want daardoor bleef het gewoon redelijk betaalbaar voor ons. En zeker omdat we het ook met z'n tweeën deden, je deelt natuurlijk ook de kosten. Dus dat is super fijn. Dus wij vonden het heel leuk dat we die kerk konden boeken. En je moet dit natuurlijk wel op tijd doen. Want zo'n grote locatie, die zitten vaak vol, omdat er gewoon meer mensen zijn die dingen willen organiseren. Dus het heeft even geduurd bij ons, dat was nog een spannend onderdeel, dat we zeker wisten dat op een bepaalde datum alle twee onze boeken echt uit zouden zijn. Want je wil wel dat je boek uit is als je de boekpresentatie organiseert. Dus je moet het goed plannen en zorgen, kies een datum waarop je weet, dan zijn mijn boeken er. En dan kun je die datum, eerst kun je natuurlijk nog kijken van, iedereen die ik echt wil dat ze erbij zijn, kunnen zij dan? Dus wij hebben alle twee met onze uitgevers gevraagd, kunnen jullie die datum? Want we willen jullie wel bij de boekpresentatie hebben. Dus toen zeiden onze uitgevers, we kunnen op die dag. En toen hebben we de kerk geboekt. Toen hebben we gezegd, we willen die datum, kun je die voor ons vasthouden? En gelukkig was dat dus ook nog mogelijk op dat moment. Want ik denk dat we 2 maanden van tevoren ongeveer dat gereserveerd hebben. Als je dan een locatie hebt bedacht, dan kun je gaan nadenken over het programma.
En dat is natuurlijk heel leuk. Wat ga je doen? En dit verschilt enorm. Ik ben de laatste jaren best wel naar wat boekpresentaties geweest. Omdat ik ook gewoon wilde afkijken bij anderen. Van hoe doen zij dat? Weet je wel, wat vind ik leuk? Wat anderen doen? Wat vind ik minder leuk? En wat wil ik dan voor mezelf? En dit loopt enorm uiteen. Sommige boekpresentaties waar ik bij ben geweest, die zijn heel klein. Die zijn gewoon 10 mensen zijn bij elkaar in een boekwinkel. En er wordt kort wat voorgelezen uit het boek. En er wordt nog wat vragen gesteld aan de schrijver. En dat was het. En dan kun je gewoon het boek openen. En dan gaat de schrijver het signeren. Tot uitgebreide feesten. Bijvoorbeeld eentje van Sophia Drent die ik heb meegemaakt. Dat was op Elvia, een fantasy festival. Daar had ze de tent op een gegeven moment geregeld. Een van de grote tenten waar je in kon. En die had muziek erbij. Dus er was een soort performance muziek. Die gewoon tussen de verschillende onderdelen door gingen zij muziek maken. Op een hele toffe, spannende manier. Ze had een quiz geregeld met prijzen. En er was een filmpje. En ik weet niet meer precies wat ze allemaal deed. Maar het was heel leuk. Ze had heel veel uitgebreide dingen. En de reacties waren ook heel tof. Dus ja, dat vond ik een hele leuke manier. En zo zijn wij eigenlijk ook over gaan nadenken. Van we willen niet alleen maar een soort van zeggen. Hallo, hier is ons boek. Ik hoop het nu. We wilden iets meer ervan maken. En wat dan eigenlijk de dingen zijn die wij wilden doen, zijn onder andere een stukje voorlezen. Dat is heel klassiek, dat doe je bij een boekpresentatie. Maar ook natuurlijk wat vertellen over het boek. We wilden graag onze uitgevers aan het woord laten over waarom ze dit boek hadden aangenomen. We wilden een stukje muziek tussendoor als een beetje afwisseling. Gewoon dat mensen eventjes konden stoppen met luisteren en gewoon even muziek luisteren. We wilden onze boektrailers laten zien. Dus we hadden ook boektrailers gemaakt, zelf natuurlijk. En die hebben we vertoond daar. Dus dat was ook een beetje de première van de boektrailers. Verder hebben we nog een moment gehad voor vragen uit het publiek. En natuurlijk een borrel als afsluiting. En dan niet te vergeten boeken verkopen en signeren. Want signeren is ook typisch iets wat je doet op boekpresentaties. Dat als mensen dan jouw boek kopen of het al eerder gekocht hebben, dan kunnen ze dan naar je toe komen en het laten signeren. En dat vinden mensen heel leuk. Ja, dus dat zijn ook wel de onderdelen die wij in onze boekpresentatie hebben gedaan. En daar hebben we nog wel een beetje over nagedacht van hoe kunnen we dit een beetje gezellig maken. Zo hebben we de stukjes waar we zelf iets vertellen over ons boek, die hebben we eigenlijk zo gedaan dat wij elkaar hebben geïnterviewd. Want omdat we al zo lang samenwerkten aan onze boeken, wisten we ook heel veel over elkaars boeken. En daardoor konden we elkaar eigenlijk heel makkelijk interviewen over onze boeken. En dat was eigenlijk heel leuk, want daar werd het wat interactiever van en wat minder van, nou, ik ga nu iets vertellen over mijn boek. Ja, dus dat was eigenlijk heel leuk. En we hebben ook onze uitgevers die we aan het woord hebben gelaten, hebben we onze eigen uitgever geïnterviewd over het boek. En dat was dus ook heel leuk, waardoor het ook wat interactief was. Oh, en we hebben ook nog een prijsuitreiking gedaan. We hadden niet zoveel inspiratie voor een quiz, wat we dus wel eens bij andere mensen gezien hebben. Maar we vonden het toch leuk om wel een prijsuitreiking te doen. Dus hebben we potten neergezet met loodjes. Dus je kon je naam in de pot doen om een gratis boek te winnen. Dus we gaven alle twee een boek weg. En dus we hadden ieder, voor elk boek was er een pot en dan kon je je naam in doen. En aan het einde van de boekpresentatie hebben we daar ieder een naam uitgetrokken en een winnaar aangewezen. Dus dat was ook heel leuk. Verder zou ik zeggen, als je een stukje gaat voorlezen, kies een stukje wat niet te veel spoilers heeft voor het boek, maar wat wel interesseert, waardoor mensen denken, wat interessant. Ik wil daar meer van lezen. Dat is denk ik wel goed. En kies ook vooral niet een te lang stukje. Ik denk dat ik uiteindelijk 3 bladzijden heb voorgelezen. Dus we richten ons alle twee op 4 minuten ongeveer voorlezen. Omdat het ook al snel te lang kan zijn en dat mensen in slaap gaan vallen. Dat wil je niet. Verder hadden we dus muziek bedacht, maar dat ging niet door uiteindelijk, omdat bleek dat in de Posthoornkerk blijkbaar een afspraak is over dat je daar geen muziek mag draaien overdag. Wat we heel jammer vonden. En ook een beetje, dat hadden ze niet helemaal lekker gecommuniceerd van tevoren. Dus we hadden dit al geregeld. En toen bleek uiteindelijk dat we geen muziek mochten maken. Dus toen moesten we de muzikant weer afzeggen en zo. Dat was jammer. En we vonden het ook jammer omdat het programma helemaal mooi rond had gemaakt. En dat ging niet door. Maar goed, maakt het niet uit. Uiteindelijk was het een fantastische boekpresentatie. En daar hebben we enorm van genoten. En heeft iedereen het heel leuk gevonden. Dus het was niet erg. Maar het was wel van tevoren even dat we dachten, hé verdorie, dit hadden we bedacht en dat kan even niet. Maar zo heb je altijd dingen natuurlijk. Verder wat we nog hadden gedaan voor de vragen uit het publiek. Want je weet natuurlijk nooit of je vragen uit het publiek krijgt. Misschien heb je alles verteld dat iedereen al denkt, oké, ik snap het. Maar we dachten, nou, als we daar een momentje voor nemen voor die vragen uit het publiek, dan willen we ook wel dat er vragen zijn. Dus we hadden 1 iemand geïnstrueerd met een vraag. Zo van, als er nou niemand iets vraagt, kun jij dan deze vraag stellen? En misschien helpt dat ook voor andere mensen om los te komen om vragen te gaan stellen. Dus mocht je vragen uit het publiek willen doen, dan zou je dat kunnen doen. Instrueer gewoon 1 iemand van als er niemand iets begint te vragen, kun jij dat dan even doen. Dat is altijd een goede manier. Uiteindelijk hebben we dat niet nodig gehad, omdat er echt ontzettend veel vragen uit het publiek kwamen. Het hield niet meer op. Het was hartstikke leuk ook dat mensen zoveel vragen hadden eigenlijk. En ja, dat was ook wel genieten eigenlijk, omdat je daardoor nog veel meer kan vertellen over je boek. En dat is toch uiteindelijk heel leuk. Dus dat was echt heel tof. Ja.
Nou, dan zou ik nog willen zeggen, ja, je moet het voorbereiden. Nou, dat is een beetje een open deur. Maar ik denk daar wel even goed over na. Begin dus echt op tijd met plannen. We hebben dus 2 maanden van tevoren die locatie al geboekt en geboekt. Dat betekent dus dat we nog eerder al op zoek zijn gegaan naar locaties. En zelf hebben we bedacht welke locaties vinden we interessant. Wat locaties bezoeken om binnen te kijken. En een lijstje maken, dus offertes al aanvragen. Ik denk dat we daar 3 tot 4 maanden van tevoren al mee bezig zijn geweest. Waardoor we op het moment dat we 2 maanden van tevoren ongeveer wisten, dit wordt de datum, konden we ook meteen boeken. We hadden bij 2 locaties ook al opties uitstaan voor die datum. Omdat we al een beetje dachten, waarschijnlijk wordt het die datum. Waardoor we gewoon snel konden handelen. En ik denk dat dat heel slim is om te doen. Verder wil je ook op tijd dingen plannen, omdat je, als je wil dat er zoveel mogelijk mensen komen, kun je maar beter op tijd een datum prikken en die datum communiceren. Want je wil graag dat er veel mensen bij zijn, dus moeten mensen het vrij houden. Dus dat hebben we ook inderdaad 2 maanden van tevoren, toen die datum vastgeprikt werd, hebben we eerst de locatie geboekt. En toen hebben we gecommuniceerd naar iedereen waarvan we wilden dat ze kwamen, van hou die datum vrij, er komt een feestje, we laten je later nog meer weten, want je wil natuurlijk ook nog, ja, misschien een flyer ervoor maken of een website waar er meer op staat of een Facebook-event. Wij hebben alle 3 gedaan. En zo. Dus je wil mensen daar goed over informatie geven, misschien mail sturen. Dus soms moet je ook nog even voorbereiden om al dat soort dingen te maken, zodat je mensen goed kunt informeren. En wij hebben bij die uitnodiging niet ons programma gecommuniceerd. Omdat we zoiets hadden van, ja, maar het precieze programma, dat is ook niet zo heel belangrijk. Dat hebben we gewoon voor onszelf gehouden. We hebben wel in de uitnodiging iets gezegd over wat we ongeveer gingen doen. Dus dat was denk ik wel leuk voor mensen ook om te zien. Oeh, er is een prijsuitreiking. Leuk, leuk. En dan heb je natuurlijk op de dag zelf dat je misschien ook dingen moet voorbereiden. Dus dat je er even moet zorgen dat je er eerder bent. Want sowieso hadden we dan, we hadden een inloop vanaf 1 uur volgens mij. En dan begonnen we om 2:30 met echt de presentatie. Dus, maar dan wil je dus wel zorgen om 1 uur dat je klaar bent met voorbereiden. Dus we wilden dan dat, we hadden een soort winkeltjes waar mensen onze boeken konden kopen. Dus die stonden allemaal uitgestald op een tafel. En we hadden wat hapjes en drankjes en die moesten klaarstaan. En dan voor de presentatie hadden we een beamerscherm. Want we hadden natuurlijk dus die boektrailers die we wilden laten zien. Dus de beamerscherm moest worden neergezet en de computer aangesloten. Het geluid moesten we even testen van de microfoons waarmee we gingen praten. En zo. Dus je hebt allemaal dat soort dingen die je wel even moet voorbereiden. En we mochten maar 1 uur van tevoren, geloof ik, in de locatie. Of 3 kwartier volgens mij. Ja, dat was gewoon vanuit de locatie. Die zeiden, ja, sorry, je kunt er maar 3 kwartier van tevoren in. En toen dacht ik, oh jee, dat is nog best spannend, want we moeten best wel veel dingen opbouwen. Dus ik heb toen ook een aantal vrienden gevraagd om daarbij te helpen. En bepaalde onderdelen van het opbouwen heb ik aan hun uitbesteed. Dus ik had iemand gevraagd om het winkeltje voor me te doen, sowieso dat hij de kassa zou doen. En hij ging ook het winkeltje voor me opbouwen. En dat heb ik eigenlijk helemaal los kunnen laten, want hij ging dat gewoon doen. En ik zag al meteen, oh, hij heeft hier gevoel voor. Sjoerd was dat, die ook de werkweken organiseert, waar ik vaak op meega. Fantastisch had hij dat gedaan. Dus ik zag dat hij het fantastisch deed. Ik dacht, weet je wat, ik kan dit loslaten. Hij doet dat. En ik heb me vooral bezig gehouden met het beamerscherm. Ik had ook nog camera's meegenomen, omdat ik dus al dacht, ja, ik ben videomaker, dus ik ga ook de hele boel filmen, want dat kan ik. En toen dacht ik op een gegeven moment, ja, is toch nog wel ingewikkeld als ik het met 2 camera's ga opnemen en zo. Dus heb ik toch ook nog een vriendin gevraagd, kun jij die camera's regelen? Ze neerzetten en ze een beetje in de gaten houden tijdens de show, zeg maar. Want ik dacht, ja, je doet ze op aan en verder hoef je niet meer zoveel te doen. Maar het was toch wel fijn om ze ook een beetje in de gaten te houden. Verder had ik nog andere film- en fotografievrienden gevraagd om ook wat beeld te maken. Dus ik had iemand gevraagd om foto's te maken. Ik had nog iemand gevraagd om wat losse videoopnamen te maken. En dat is heel leuk, want zo'n dag gaat natuurlijk enorm snel voorbij. Want ja, je bent gewoon op een soort high en alles gaat snel. En je ziet allemaal mensen die leuk zijn. En het was zo leuk. Het was zo ontzettend leuk. Ik ben nog steeds aan het nagenieten en het is nu 2,5 maand later. Dus dat gaat zo enorm snel voorbij dat je maar beter het ook een beetje vast kunt leggen. Dan kun je later terugkijken om nog een keer te zien wat er eigenlijk gebeurd is. Dus daarom had ik inderdaad zelf die camera's neergezet, maar ook inderdaad nog mensen gevraagd om foto's te maken en losse video's. Dus daardoor kun je ook nog het helemaal terugkijken. Dus dat is wel heel leuk. Dus ook met dank aan al mijn film- en fotovrienden die daar zo fijn bij geholpen hebben. Ja, dus dat zijn allemaal dingen die je kunt doen in de voorbereiding. Dan als laatste heb ik nog wat losse tips. Ten eerste zou ik dus zeggen, doe dit met iemand anders. Want dat is zo leuk om dit met elkaar te kunnen delen. En ja, je moet wel misschien een beetje bij elkaar passen op de een of andere manier. Kijk, bij ons was het
zo duidelijk. Omdat we al zo lang met elkaar dit proces doorliepen, dat het gewoon natuurlijk gingen we samen die boekpresentatie doen. En verder zou ik zeggen, ja, zorg dat bijvoorbeeld dat je in hetzelfde genre zit of zo. Dat je hetzelfde soort lezers misschien aantrekt. Waardoor je ook inderdaad die kruisbestuiving kunt krijgen tussen jouw gasten en de gasten van die andere persoon. Verder zou ik zeggen dat als je stukjes gaat presenteren, dat je die ook een beetje voorbereidt. Want we hebben nog over nagedacht van zullen we een presentator ook doen die de verschillende stukjes aan elkaar praat. En uiteindelijk hebben we besloten van wij zijn alle twee daar handig genoeg in. Dus we gaan dat gewoon zelf doen. We gaan zelf alles aan elkaar praten. Dus we hebben ook van tevoren die tekstjes een beetje uitgewerkt, een beetje uitgeschreven. Niet letterlijk uit ons hoofd geleerd, maar wel ongeveer. En we hebben kaartjes gemaakt, weet je wel wat je vaak ziet bij presentaties, dat we gewoon een klein kaartje in ons hand hadden waarop stond wat we ongeveer gingen doen. En dit ook een keer geoefend. Dus we hebben hier thuis in de kamer hebben we de presentatie een keer gedaan met z'n tweeën. Een soort van, nou en nu komt dit. Wat heel grappig. En dat was ook heel handig, want je bent op die dag met zoveel dingen bezig en je bent aan het voorbereiden en alles moet klaarstaan en dan komen er allemaal gasten en dan wil je allemaal mee praten en dan moet je op tijd beginnen en het is heftig, hysterisch. En fantastisch. Maar dus ook, je moet, als je dan eenmaal daar op het podium staat om iets te gaan vertellen, moet je dan weer omschakelen naar, oh ja, wat ging ik ook weer zeggen? Geen idee. Dus die briefjes erbij, dat was handig. Want daardoor kon ik gewoon kijken, oh ja, dit gingen we doen. Dat was heel fijn. Dus dat hebben we op die manier voorbereid. En verder de laatste tip dus, nodig mensen op tijd uit, want je wil zorgen dat iedereen erbij is. En ja, wees ook daar, nodig mensen op tijd uit, maar ga daarna ook nog mensen er weer aan herinneren. Dus zorg dat je af en toe nog een bericht ergens plaatst of nog een keer deelt met mensen van, hey, de boekpresentatie komt eraan. Wij hebben bijvoorbeeld in de week voorafgaand aan de boekpresentatie nog een video gemaakt met, de boekpresentatie is zaterdag, kom allemaal, het is daar en daar zo laat. En dan hebben we die video nog weer gedeeld op onze social media. Dus ja, we hebben echt best wel wat eraan gedaan om te zorgen dat er wat mensen kwamen. En dat was dus ook uiteindelijk echt inderdaad wel zo'n 100 mensen. En in zo'n kerk was dat echt een mooi aantal ook. Want je wil, zeker als je een grote locatie regelt, wil je niet dat er maar 3 mensen komen. Maar uiteindelijk denk ik dat we dat best wel goed gedaan hadden. Ja, nou tot zover mijn gedachten over de boekpresentatie. Ik kan er vast nog 100 meer dingen over zeggen, maar ik denk dat dit je alvast wel inspireert voor een eigen boekpresentatie. En ja, wees er dus lekker vrij mee. Bedenk gewoon, waar heb je zin in? Wat zijn de dingen die je wil doen? En doe dat. Ja, kan niet anders zeggen, want het is gewoon enorm leuk. Ja, mocht jij nou nog gedachten hebben, andere ervaringen over boekpresentaties, deel die allemaal vooral in de reacties hier onder deze video. En dan zou ik zeggen, dan wordt het nu tijd voor je om de video van onze boekpresentatie te gaan kijken. voor deze video zeg ik dankjewel voor het kijken en tot de volgende.